Ik ben Roel van den Hengel. Ik zit hier in Oost-IJsland tussen Leipzig en Dresden. We hebben hier een melkveebedrijf met 1400 koeien. We bewerken 1400 hectare. We doen twee locaties jongveeopfok. Eigen graan opslag en verwerking. Een vergister die hoofdzakelijk loopt op mest. Daarbij produceren we nog met zonnecellen onze eigen stroom. En zo proberen we door meerdere takken van sport het bedrijf te runnen. We zijn door de jaren zijn we gegroeid naar 1400 koeien. We hebben nog een doel voor ogen om verder te groeien naar 2000 koeien. Daarbij is het belangrijk een koe te hebben die efficiënt, makkelijk te managen is. Dat betekent goede benen, goede bouw, goed strak eier. Waar je een lange levensduur mee hebt. En met een langere levensduur hebben we ook veel meer plezier en vreugde aan het houden van koeien. Doordat wij hier een bedrijf hebben dat vrij jong is, met ook vele investeringen door de afgelopen jaren, kunnen we ook makkelijker aan personeel komen, ook behouden. De mensen van vandaag willen ook graag vooruitstrevend zijn. En als je gezamenlijk met zo'n team het bedrijf kunt managen, dan heb je daar ook meer plezier en geeft het meer vreugde. Dat wordt uit de straat naar buiten toe en daardoor kun je ook weer andere mensen aantrekken. En daarmee kun je ook een succes hebben in de landbouwsector.